Nou, wat is een veteraan? Dus ik heb gekeken van, een mooie omschrijving vind ik wel, iemand die tot de groep met de meeste ervaring behoort. En dat is niet leeftijdsgebonden. Maar wel licht beschadigd is meestal. Nee, hoeft niet. Hoeft niet. Het gaat met name om de in dit geval om de ervaring. Als je ouder vangt, neemt dat zo'n beschadiging, ja. Maar dan komen we al bij een beschadiging. Dan heb je meteen al een begrip. En in ons vak gooien wij heel vaak begrippen door elkaar. Want aftakeling wordt ook heel vaak gezien als verouderingsverschijnselen. Wordt ook heel vaak gezien als aftakeling. En dat is een van de redenen waarom het met de veteranenbomen in Nederland zo slecht gaat. Omdat wij bomen niet lezen. Wij zien symptomen aan een boom en we koppelen dat aan aftakeling. Dus die boom is op, ruim maar op. En we geven die boom dan niet de kans om ze eigenlijk zijn verouderingsverschijnselen, hè, die hebben wij allemaal. Hè. Vroeger was ik zwart, had ik zwart haar. En nu sta ik hier een stukje lichter. Dat is veroudering. Hè, slijtage, dat is aftakeling. Ja, kunnen we dit ook bij bomen stellen? Er dwalen nog wat stellingen rond op het internet die deels juist of onjuist zijn, maar met name door elkaar gehaald worden. Veteranen bomen zijn bomen die in de aftakelingsfase zitten. Dus als ik een boom heb van 20 jaar in stedelijk gebied, omdat zijn groeiplaats zo slecht is dat hij niet eens tot ontwikkeling kan komen, die zit in zijn aftakelingsfase, dan hebben we het over een veteranen boom. Volgens deze stelling. En dan mogen ze weg. Veteranen bomen zijn de bomen vol gaten en holtes. Ja, het is wel een kenmerk van een veteranenboom dat die vaak gaten en holtes hebben, maar niet altijd. Er zijn voldoende veteranenbomen die geen holtes hebben en die toch veteraan zijn. Je moet het ook in een perspectief zien in je soortspecifieke eigenschappen. Een berk van 150 jaar, die kan al heel erg oud, die is voor die soort al oud. Dus dan heb je echt over een veteranenboom. Heb je over een inlandse eik van 150 jaar, die kan nog rustig in zijn jeugdfase zitten. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Nou, veteranenbomen zijn grote oude bomen in de laatste fase van hun leven. Dat is ook niet altijd waar. En wij koppelen altijd alles aan chronologische leeftijd, maar bij bomen werkt dat niet. Als wij hier tegen elkaar zeggen van nou, alle jongens van onder de 20, die moeten eruit, dan blijft hier iedereen zitten. Want je kunt ook niet iemand aanwijzen, omdat het niet aanwezig is, maar bij ons kun je aan chronologische leeftijd makkelijk indiceren van nou, pak die dame van 25, die haal je er makkelijk uit in een groep bij mensen als bij bomen. Bij bomen gaat het echt levensfases. Nou, veteranen bomen zijn bomen ouder dan 100 jaar. Dat hoeft dus ook niet, want het is een beetje soortspecifiek gebonden. En dat er heel het niet herkenbaar, het is voor heel veel mensen is nog niet herkenbaar van wat is een veteraan. Wat is de waarde van oude bomen, struiken? Ik heb het geluk om midden in het Maas-Heggengebied te wonen. En er staan echt heel oude haakstompen. Deze foto is vorig jaar genomen. Er staat een heel mooi jong rot op. Een paar oudere scheuten staan erop. En ik kom twee weken geleden loop ik er langs. Zijn ze een snoeien geweest. En wat hebben ze gedaan? Al dat jonge lot, hier ligt het, is netjes afgehaald. En de scheuten die er juist af moesten en het jong laten zitten, die hebben ze laten staan. En dan is er netjes gesnoeid. Dit zijn door collega's gedaan met een ETW-certificaat. Ja? Het is dat zo dat blad voedt de stam. Ja. Daar zijn we het over eens.
En dus zijn krot die moet gewoon heel veel blad blijven houden of steeds meer wil die stam erom blijven. Ja. Als je een keer alle blad afvalt, kijk maar naar krotbeelden, die zijn allemaal hol. Ja. Dus dan denk ik van, nou ja, is dat dan zo verkeerd? Misschien zijn ze te zwaar voor de onderstam. Dat zou kunnen, dat jullie wel iets. Nee, dat is niet zwaar, maar de bladmassa die hier aan zat, aan het dunner hout, was meer als hier. Als die steeks die erop zetten. Wat vind jij dat een boom sterft door ouderdom? Bomen kunnen sterven door ouderdom als. Ja, als, eigenlijk, als een boom optimaal groeit, zijn dus architectuur optimaal gevolgd heeft, kan een boom sterven van ouderdom. Want dan heeft hij geen prikkels gehad om zich te verjongen. Dan heeft hij geen stressfactoren gehad om zich te verjongen. Maar gelukkig zorgen wij mensen dat alle bomen heel veel stress hebben. Dus we prikkelen ze om zich te verjongen. Ik heb geprobeerd bij mijn presentatie vandaag voornamelijk Nederlandse veteranen, maar voor een paar voorbeelden heb ik ook wel wat Engelse veteranen inzetten. Deze bijvoorbeeld een haagbeuk, Hatfield Forest. Veteranen bomen zijn bomen die in de aftakelingsfase zitten. Zit deze boom in de aftakelingsfase? Nee. We zijn het allemaal over eens. Ja, wat is aftakeling? Dat is achteruit gaan, inzinken, vervallen, zwakken. Dit is diezelfde haagbeuk. En wat doen bomen om juist te overleven, om oud te worden? En ze proberen zich om te vormen tot een kolonie, tot een groep. Want een groep is altijd sterker dan een individu. Dus eigenlijk is het alles om het voortbestaan van de soort te waarborgen. Veteranenbomen zijn de bomen vol gaten en holtes. Nou, dit is ook twee hartstoven. Haagbeuk. Dat heb ik altijd bij me als maatvoering. Ja, er zitten maar heel weinig gaten en holtes in. Leeftijd wordt afgemeten aan de chronologische leeftijd. En dat is een fout of een fout. Een vergissing die wij eigenlijk heel veel maken. Omdat dat iets wat 100 jaar is, bij mensen horen gemiddeld maar 80 jaar, en alles wat dan ouder is, spreekt heel erg tot onze verbeelding. Maar 100 jaar voor een boom. Deze boom staat in Hatfield Forest, Engeland. Deze staat bij mij bij ons in Maashagen. We zitten in dezelfde levensfase. En toch zit er een verschil in van 200 jaar. Dezelfde boom weer. Er is een hekje omheen gezet. En together we can protect this tree for another 400 years. Dus die is nog maar 400 jaar, deze boom. Omdat de omstandigheden eigenlijk vrij gunstig zijn, de rust gehad heeft, kan die boom op deze plek zo oud worden? Of kan die eigenlijk zijn normale levensfases vervolgen? Ik denk van, dit is abnormaal, een boom zo oud, maar dit is eigenlijk zoals een eik zich hoort te ontwikkelen. Veteranenbomen zijn bomen ouder dan 100 jaar. Nou, dit is een populier. Ik denk dat die alle kenmerken van een veteranenboom heeft. En dit is een vederesdoren. Die heeft ook alle kenmerken van een veteranenboom. Maar beide zijn nog geen 100 jaar. Welk begrip kun je als boomverzorger aan een veteranenboom houden? Wat zou voor ons een goed begrip zijn om te zeggen van nou, dan spreken we over een veteranenboom? Mag ik een gok maken? Ja. Een boom die volledige cyclus doorgemaakt heeft en alle onderliggende levens hebben heeft. Ja, maar dan praat je al over een boom die al
ook al in zijn bejaardenfase zit. Ja, maar hij zorgt wel voor de springtuin naar dat in en rondom zijn. Dat ben ik zeker mee eens. Dus dat is denk ik geen criteria als 100 jaar. Nee. Voor mij is het wat ik eraan koppel is eigenlijk de maximale grootte die boom op die locatie kan halen. Want dan, als je die maximale grootte bereikt heeft, dan zit hij op het eind van zijn volwassen fase en dan trekt hij zich terug. En dan kom je in de bejaardenfase en dan eigenlijk krimpt hij dan qua volume. En dan, dat is voor mij eigenlijk het kantelpunt van, ja, dan ben je als boom ga je echt in die veteranenfase. Ja, maar dan heb je dus eigenlijk dat hij in zijn jonge fase groeit hij. En dan zou je eigenlijk op het einde van die groei al meteen de volwassen fase overslaan en in de bejaardenfase terechtkomen. Nee, maar dan zit je in dan heb je een boom die in de aftakeling zit. Die dus niet zijn levensfase kan vervolgen. Dus het moet wel een boom zijn die van zijn jeugdfase in zijn volwassen fase en op het eind van zijn dus de maximale groei in zijn volwassen fase is ook de overgang naar je jong bejaard fase, omdat hij dan kenmerken gaat tonen om die kroon kleiner te houden. Jij zei als eerder. Ja, ik denk eventjes terug aan de boomontwikkeling, bosbouwkundig gezien. Hè? De jonge fase, dichte fase, stakenfase, boomfase, vervalfase. En dan de aftakelingsfase, zou je dat kunnen vernoemen, veteranenbomen zitten eigenlijk het einde van de boomfase richting de vervalfase, richting aftakelingsfase, dat je die fases bij elkaar neemt. Kijk, maar dan, de aftakelingsfase, het laatste stukje. Ja, maar dan zit die niet, want... Nee, maar hij begint in de boomfase, eindboomfase, dus je, bij vervalfase. Ja, maar verval is al aftakeling, terwijl een boom die van ze... Verklein van je droom. Iemand die jong bejaard is, die kan heel vitaal zijn. En die hoeft niet in de aftakelingsfase te zitten. Maar het zijn drie fases naast elkaar. Hè? En als je dat bij elkaar pakt, zeg maar, van eindboomfase tot de aftakelingsfase, is alles wat in de veteranenboom zit. Ja, maar eindboomfase... Is de volledige groei? Ja, maar eindboomfase is... Een dode stomp is ook nog een boomfase. Is ook nog een fase. Hij is dan... Bosbouwkundig niet. Nee, oké, okay, maar ik praat niet bosbouwkundig. Nee, maar ik ga gelijk met de bosbouwkundige. Ik ben het wel met je eens, hoor. Dit. Ja. Ik wil het woord eindbeeld gebruiken, maar nog veel belangrijker is een boom die zijn optimale functievervulling heeft bereikt. Mag je het zo zeggen? Nee. In een park is een optimale functievervulling... En als je dan kijkt een beetje naar die taxatiemethode, is dat, dan kan dat al maar 40 jaar zijn. Maar dan heb je nog steeds geen veteraan. Noem het dan volgroeid. Volgroeid is op het eind van de volwassen fase. Ja. Maar dan begint zijn veteranenfase. Ze zeggen van een eik, ik vind dat altijd een mooi spreekwoord, een eik groeit 300 jaar, hij bloeit 300 jaar en hij sterft 300 jaar. En dat kan dus 300 jaar duren, dat die van volgroeid en helemaal prachtig mooi, zachtjes aan zich helemaal terug gaat trekken. Dit, een veteranenboom. Dit is 400, hè? Ja. Een veteranenboom die bezit vele kenmerken van ouderdom van de boom. En in een veteranenboom vinden zich vaak verschillende levensfases. Hm. Ook. Maar zien we nou hoe moeilijk die begrippen zijn? We zitten hier met boomspecialisten bij elkaar. En we zijn er zelf eigenlijk niet helemaal over uit van hoe moeten we die begrippen. En in de praktijk is dat best wel een heikel punt. Dus waarom zijn er zoveel verkeerde begrippen? Nou, leeftijd wordt afgemeten aan de chronologische leeftijd. We moeten eigenlijk gaan proberen om dat bij bomen achterwege te gaan laten. Praat alsjeblieft in levensfases. Want bij bomen is geen relatie tussen de chronologische leeftijd en de ontwikkeling. Want Frits, ken jij die hele eigenaren op de Dalweg? Ja. Ja. Joekel, hè? Ja. Kerngezond, hè? Kerngezond. Kerngezond, de auto's erin.
300, 305 jaar, denk ik. Ja, maar dat is een schatting. Ik heb al zoveel verhalen gehoord over die boom. Dat is 2 meter 10 en 3 meter 5 aan de stand. Ja, dat is 3 meter 5 aan de stand. Dat is echt gigantisch. Ja. Met een paar hele rijke snoeibommen die goed zijn afgegroeid. Maar dat is nu dat ik gewoon doen zet toch? Blijft het dom af. Maar goed, nou, we hebben het net gemerkt, oké? Begrippen. Heel veel begrippen worden door elkaar gehaald. We hebben het verschil tussen aftakeling en ouderdomsverschijnselen. Natuurlijk kunnen die wel in elkaar overlopen, hè? Want ook een boom die ouderdomsverschijnselen heeft, kan aan het aftakelen zijn. Maar een boom van 20 die aftakelingsverschijnselen heeft, kan geen ouderdomsverschijnselen hebben. En verkeerde interpretatie van symptomen en onderzoekgegevens. Bijvoorbeeld kleinere bladeren in de periferie van de kroon zien als een verminderde conditie. Terwijl dat bij een boom die in de overgang naar een andere levensfase is, is dat juist geen teken van een verminderde conditie. Want wat zorgt ervoor als ik mijn blad in de buitenkroon kleiner wordt? Winterverdamping. Wat nog meer? Dat er meer licht in de binnenkroon komt. Ja, en waar heb ik meer licht voor nodig voor in een binnenkroon? Secundaire binnenkroonvormen. Dus het zijn hele. We moeten weer leren kijken naar boven, zeg maar. Wanneer kom je nou met de echte definitie? Kom ik niet mee. Ja. In ieder geval, mijn conclusie is, er is voldoende te leren. Ik had hem eerst anders opgeschreven, maar daar kan ik vandaag niet. Wil ik iets zeggen over die zwamaantasting? Ja, nou, er zijn heel veel zwamaantastingen die juist nodig zijn om bijvoorbeeld een boorhol te maken. Op een gegeven moment, als een boom in de maximale grootte zit en hij blijft, is massief, dat is eigenlijk ook zijn gevaarlijkste punt. Want hij is dan heel statisch. En om weer dynamisch te worden, moet hij hol worden om weer meer beweging te kunnen geven. En daar heb je zwamaantastingen voor nodig. Dus zwamaantastingen heb je nodig om het hout te recyclen voor voedingsstof. Omdat ook de wortels terug. Het is niet alleen de kroon die terugtrekt, maar ondergronds trekt hij zich ook terug. En dan heb je weer nieuwe voedingsstoffen nodig. Een stukje recycling. Als je dus een knopboom, hier bij Wilger, bij Lindes, en dan komen we erbij en zeggen van jongens, we gaan proberen die boom weer te laten groeien. Dus je gaat doetjes aan proberen dat die boom weer gaat groeien en groter gaat worden. En wat ik dan voor een probleem zie, is dat die geen diktegroei maakt. Die oude stam wordt niet dikker. Dat is best wel een gevaar, want dan wordt die kroon er bovenop te zwaar en dan breekt het ding gewoon af. Waarom komt er geen diktegroei in zijn oude stam? Dat doet een beuk bijvoorbeeld wel. Ik heb het zelf meegemaakt bij een enorme beuk op begraafplaats in Helmond. Die doet dat gelukkig wel. Maar ik probeer die vraag straks te beantwoorden. Ja. Begrippen worden door elkaar gehad. Nou, dit is duidelijk aftakeling, zomerbeeld. Ja. Dit is duidelijk aftakeling. Ja. Is dit aftakeling? Nee. En dan te denken dat die al 1/3 van de kroon af is. Dank je wel. Heb je net de achterkant gezien, waar die hier gedaan. Verkeerde interpretatie van symptomen en onderzoekgegevens. Pieksmeting wordt heel vaak gebruikt. Ik ga het in deze in als eik. Stond op Landgoed Woudse Plantage, bij Bergen op Zoom. Dus deze pieksmeting gemaakt. En die boom die moest er abrupt af. En dit is het zaagvlak. Zo slecht was je dan niet. Nee, nou. Dit is je aantasting. Er zit een soort ingroei in. En er zit een scheurvorming in.
Ieder apparaat heeft zijn beperkingen. Dus ook die geluidstomograaf, die heeft zijn beperkingen. Want het geluid interesseert niet of dit nou short ingroeien is of een scheur. Als er een barrière zit, moet je er omheen. Ja, ik wijd dit aan niet verder kijken dan je neus lang is. En dat is eigenlijk gewoon echt heel jammer. Ja, dit is ook een eik van, nou ja, in ieder geval 1,60 diameter. Dat is, ja. Plus het hele laantje is, ja, je bent je kopboom kwijt. Een beuk. Reuzenzwang. Zat één vruchtlichaam op. Verder niet eens is onderzoek aangepleegd. Reuzenzwang is gevaarlijk, dus die boom gaat eraf. Vorig jaar hebben we 3 hele droge zomers gehad. Als we goed rondgekeken hebben afgelopen jaar in beukenbossen, dan zag je reuzenzwang in het bos. En reuzenzwang is van nature een saprofiet, dus alleen op dood hout voorkomend. Maar omdat het stedelijk gebied zijn natuurlijke vijanden niet bij heeft die hem onder controle houden, is hij in staat om veel meer wortels aan te tasten. Dus om zijn werk wat sneller te doen. Bij heel veel beuken, en zeker bij rode beuken, ik ken rode beuken die meer dan 25, 30 jaar aantasting hebben van reuzenzaam. Wel? Ja. Frits, zijn dat niet allemaal rode beuken die we zeggen rechter? Ja, schetsen net al. Die in het open veld staan. Hoeft niet per se. Stedelijke, dichtgeslaten. Nee, oké. Ja, maar nee. Kijk, het is anders als die langs de rijbaan staat en dergelijke. Nee, maar over het algemeen, als ze reuzenzwam verzwakken, dan zitten ze dus in een stevige omgeving. Ja, ja. Nou, maar hier leeg je, deze had hem ook. En in heel veel. Nou, deze was niet kwalijk geweest. Nee. Nee, maar dat bedoel ik te zeggen. Dus okay, in een stedelijke omgeving is het reuzenzwam wel degelijk een alertheidssignaal. Zeker. Maar daarbuiten veel minder. Ja. Alleen in parken beoordelen wij nog steeds volgens de conventionele VTA-methode. En daar gaan we. Ja, dat was niet eens beoordeeld. Dat wordt gezegd, er zit reuzenzwam op, dus die boom moet eraan. Ja, dat is allemaal gerelateerd aan de bestating, die kennis die we hebben. Ja. Door de hele lijn van snoeien is dat ook hetzelfde. Plus hooibeuk is anders als groenebeuk. Als we te maken als een houtschaal hebben van een hooibeuk, dus de cellen, dan kan een hooibeuk die kan die houtvaart afgrendelen, maar ook de intercellulaire ruimtes. En een groene beuk kan dat niet. Terwijl anatomisch is er geen verschil, want heel veel groene, en zeker de oudere rode beuken, zijn geënt op een groene beuk. Ja, maar dan praat je over de reversiesoorten. Ja, maar dat maakt niet uit. Anatomisch zijn ze gelijk. Een groene onderstam is gelijk aan. En toch zit dit verschil erin. En dat is de reden waarom rode beuk. Dat is toch de reden dat reuzenzwam op een rode beuk veel minder hard gaat, ook in stedelijk gebied, dan op een groene beuk. Nou, ik zou je vertellen, bij mijn bouwwerk, uitzondering daar laten. Ja. Maar aan de andere kant. Een meter doorzee, hè? In een jaar tijd van droogte. Ja. Wij komen bij een boom, die boom die staat hier, nou, 180 graden te groeien, en wij komen daar, en in 5 minuten moeten wij een oordeel vellen, of een uur, of desnoods 1 dag, moeten wij een oordeel vellen, of die boom weg moet, gevaarlijk is ja of nee. Terwijl, die aantasting zit er misschien al 30 jaar in, en komt er maar 1. Eén keer in 5 jaar komt misschien maar een vruchtlichaam omhoog, omdat de omstandigheden gunstig zijn.
Ja, terwijl wij allemaal opgevoed zijn, reuzenzwammen dodelijk. Ja. Ja, maar alles verandert. Onze kennis verandert. Ja, ja. Nou ja, dat is wel. Ja, kijk, hier hebben ze een mooi voorbeeld. Dat is dan weer dit te noemen, maar. We bedoelen vaak hetzelfde, maar we schrijven het anders. Veteranen aan bomen zijn bomen die op het eind van hun normale kroonontwikkeling aan het overgaan zijn in de volgende levensfase. Het is overgang van volwassen naar bejaard en verder, met de daarbij behorende ouderdomsverschijnselen. De strategie om over te werken, de strategie om oud te worden, een individu is eindelijk, een kolonie potentieel sterfelijk. Dus segmenteren, compartimenteren, afleggen. Attentiefwortels maken. Deze boom maakt wel degelijk diktegroei. Maar wat is hier de grootste prikkel? Waar moet hier de grootste energie in gestopt worden? Ja, dat is ook belangrijk. Ja, dus in mechanische belasting. Heb je wel een schaalsweefsel bekeken ten opzichte van gewone jaring? Ja, het kan meer dan een tiende zijn. Ja, nou, misschien is dat een antwoord op jouw vraag. Maar ik zie hier ook een jeugdfase in die boom. Ja. Zo zie je maar dat. Hier. Ja. Dus eigenlijk een jonge boom op een oude onderstam. Ja. En daar kom je heel vaak bij veteranen tegen. En daar hebben we mee te dealen. Iemand komt hier, iemand uit Breda? Ja, Bas, jij komt uit Breda. Jij moet ze kennen. Moerbij, bij de resten. De bibliotheek. Binnentuin. Binnentuin, maar ik wil niet komen. Jawel, maar ze is openbaar. Hey, daar is hier weer. Hallo. Ja, oh, dat weet ik. Hey. Dat is hier. Dit is recht kort, hè? Bergen op Zoom, Zoomland. Een paar weken terug hebben we storm gehad, een paar maanden terug is alweer, in juni. 2 weken voor de storm was ik daar gevraagd, want... Nee, dit is een linde. Er zit een verankering in. En een stalen verankering is in rond 1970, 75 is die geplaatst. Dus de foto, dit is de foto die ik die dag gemaakt heb. Nou, 2 weken later krijgen we Junius. Dus dit is 2 weken voor hier. En hier haal ik deze arm eruit. Dus ik werd gevraagd, kan ik die nog terugzetten? Nou, op zich had dat kunnen. Als dit niet gescheurd was geweest, als deze tak langs door was geweest, had gescheurd, had ik hem terug kunnen zetten. Maar nu is hij hier ook gescheurd. Dus die tak, die sterft af, het komt een keer af. Maar doordat deze tak hier gescheurd is, is ook de rest. Er zijn deze takken, die komen geen oplossing te staan. Nou, ja, wat voor oplossing kun je hier doen? Je kunt hem afzagen, maar dan ben je een boom kwijt. En dit is een koningslinde, een houten koningslinde. Dus niet Willem-Alexander, maar de koning die daarvoor zat. Dat begin 1800, 1810 of zo. Rond 1810 zit hij. Als het van mij was, dan zou ik er een hek omheen zitten en hem met rust laten. Kun je zo afzagen van 1810? Ja. Ja.
Het was niet één plakoksel, maar er zaten nog drie andere stammen nog die tezamen ook een mooi plakoksel hadden gemaakt. Dus dat hebben we gedaan. We hebben eerst wat er nog stond aan elkaar verankerd. Dus, ja, dat is verkeerd gezet. Maar hier zit dus eigenlijk een nieuw stalen anker in. In dit geval wel, de foto's zijn op de kant gezet. Sorry. Toen heb ik hem gesnoeid. En toen hebben we deze tak eruit gehaald. Dat heeft samen met de firma Wijtans gedaan. Dus hier hangt hij nog in. Dat is de tak op de grond, stomp. En hier is eigenlijk het gat wat hij heeft nagelaten. En we hebben hem heel hard gesnoeid. Dit was hij voor de snoei. En dit is hij na de snoei. En ik heb geprobeerd eigenlijk om de vorm zoveel mogelijk erin te houden. Maar wel de mechanische belasting op dat oksel zo laag mogelijk te houden. Dus hier nogmaals, de andere kant voor de snoei. Dus van dezelfde zijde na de snoei. En het enige wat ik gedaan heb is eigenlijk gewoon die toppen die daar zaten. Daar weggehaald. Haal je dan alleen de verjongde dikke poppen erbovenaan? Ja, de rest heb ik allemaal laten zitten. Ja. Want wat heb ik dan? Dan heb ik maximaal een bladmassa. Ja. En ik heb... Je had eigenlijk de oude structuur over voordat je aan de verjongen is begonnen. Ja. En daar begin je weer opnieuw. Ja. Wat ga je dan ook eten geven? Eten, ja, zeker. Hier staan normaal eigenlijk allemaal, maar is niet allemaal waren er nog deels niet op en deels een beetje vertrapt doordat iedereen bij die boom is geweest kijken. Maar eigenlijk de hele kroonprojectie is daar ingeplant met stinsenplanten. Okay. Ik hoor die term heel vaak, stinsenplanten. Ja. We noemen er eens een paar. Lelietje der Dalen, daslook. Dat soort... Die zijn eigenlijk vroeger. Die komen daar op de volgende plek, die hebben gesnoeid daar ook op dat licht. Ja, ja, dit is onlangs gebeurd, hè? Dus 3 weken of zo. Ik heb het een paar keer voorgesteld in de stedenomgeving om inderdaad das ook aan te planten. Dus een mag knolletje, het groene stukje echo. Dus ik begin zo om te lachen en jij benoemt hem ook. Ja, het komt eigenlijk... Ik geen kennis heb, maar het komt puur wat in op, omdat ik denk dat lijkt me gewoon ontzettend goed voor zich. Het houdt blad vast, hè, maar het houdt ook heel veel insecten weg, die je niet wil hebben. Stinsplanten, de herkomst is eigenlijk vanuit kasteelheren en kloosters, met name kloosterlingen hebben die... Het zijn eigenlijk allemaal exoten. Hebben ze hierheen gebracht, waarom dat ze het makkelijk doen. Voor buitenplaatsen en dergelijke, daar zijn ze voor naar hier gehaald, zeg maar. En dan, dit is ook een buitenplaats en dan zeker zo'n omgeving. Ja, waar je toch bij iets door wil kijken, mensen willen toch enigszins iets verzorgds hebben. Stinsenplanten bloeien heel mooi, houden heel veel blad vast. En bij een linde hoeft het blad niet lang vast te houden. Omdat het blad wat in oktober, november valt, is in januari alweer weg bij een linde. Ja, die stinsenplanten zijn ook al verder weg. Het blad is ook al eerder weg. Sorry? Sorry? Het stinsenblad is ook in de zomer al weg, hè? Ja, ja, ja. Dat is hier al niet bestaan. Nee. Dit is wat er aan hout aan afgekomen is. Iemand, we hebben natuurlijk alles in de kraan gehangen, dus weet precies wat er afgekomen is. Iemand durft een gooi te doen? Oh, een ton of 4. Iemand meer? 14 ton. 14? Ja. Goeiedag. Met die ene arm erbij. Die ene arm erbij.
En die moet deze kennen. Kozakkenlinde. Die is uit... hij staat de boek als uit 1620. En in 1810 hebben daar de Kozakken onder. En daarom heet hij Kozakkenlinde. Hè? Hij is niet geplant als Kozakkenlinde, maar omdat er Kozakken bij gebied verkeerd hebben en dergelijke, heet hij Kozakkenlinde. Dat is net zoals Anne Frankboom, die is geplant als gewoon het paardenkastanje. Maar omdat Anne Frank daarop uitgekeken heeft en na de oorlog dat boek uitgebracht is, daarom heet hij Anne Frankboom. Linde is een boom die uitermate geschikt is om echt heel erg oud te worden. En dat komt omdat hij een heel groot regeneratievermogen heeft. Of een heel, maar ook een snel regeneratievermogen. Inlandse eik heeft ook een heel groot regeneratievermogen. En ik denk, ik durf wel te stellen, net zo groot als een linde, alleen is veel trager. Wat heeft de linde heel slecht? Dat is afgrendelingslaag. Afgrendelingslaag van de linde is eigenlijk een beetje kleurstof. Dus in principe maakt het dan ook niet uit of je een linde in het voorjaar, of in de zomer of in de winter snoeit. Want die afgrendeling doet toch niks. Maar zijn barrièrezone die is ontzettend, maar ook zijn, ja, en zijn regeneratievermogen. En hij is soepel toch? Veel soepeler dan een eik. Dus je kan veel meer hebben. Ja, ja, dynamischer. Ja. Maakt snel het parenchymweefsel van de linde is eigenlijk gewoon ontzettend sterk en kan ontzettend veel op de raarste en oudste plekken nog jonge scheuten maken, maar ook adventiefwortels. En als je dan denkt, die adventiefwortels die hebben per se molm nodig, dat is niet zo, want als je die puntjes kalk had, die zijn gewoon groen. Nou, als deze wortel een kans krijgt om hier, wat hij hier dus wel al gedaan heeft, dus gewoon in de bodem te aarden, dan is dit gewoon een nieuwe boom in een oude boom. Dan ben je eigenlijk onsterfelijk en dat maakt bomen onsterfelijk. Ja. En nu zegt. En hier zie je zo'n rep lopen naar een jong tak. En wat met name bij veteranenbomen gebeurt, is dat juist die onderstam, die in elkaar zakt en daarboven allemaal jong hout op kan. Dus je zit met verschillende levensfases, en ik noemde het straks al, met meerdere levensfases op één boom. En dit ziet er allemaal nog vrij stevig uit. Dan heb je hier ook weer een hele baan die afsterft. En de kogelhoutskoolzalm erop. Nou, hier zie je de scheiding tussen dood en levend. En met een overwalling. Dus dit gedeelte zal niet meer aangetast worden. Ze hebben ooit, jammer genoeg, ook een dynamisch anker ingehangen. De takken, de oude takken die op een nog oudere onderstam staan, zelfs die hebben adventiefwortels gemaakt. Dit gedeelte, dit was nog dicht, daar heb ik één voet op gezet en toen kwam ik in dit gedeelte terecht. En toen ben ik weer uitgeklauterd. Maar wat wel heel goed zichtbaar was, is dat die aan de binnenkant ook al vrij dikke adventiefwortels had gemaakt. Die als pilaren naar beneden gaan. Dus ongeveer 20 centimeter diameter. Zie je toch vaker bij de dus in de holtes dat die... er zijn heel veel boomsoorten die dat doen. Heel veel soorten die dat doen. Maar linde is daar wel een beetje extreem, hè.
Maar dat is wel de overlevingskans van zo'n boom. Hij kijkt ook aan alle kanten doorheen. Dit was mijn voorstel. Want die mechanische belasting, die moet omlaag. En ik geloof dat, Eddy, jullie hebben het uitgevoerd, hè? Ja. Ik heb ook iemand gesproken, of horen vertellen, dat hij vreselijk kwaad was over wat er is uitgevoerd. En die kennen hem ook al, denk ik. Ja. Die is er helemaal niet mee eens. Ik meen ook dat iemand voorstel heeft gedaan om hem een keertje hier uit te nodigen. Dat weet ik niet. Ja, zoiets staat erbij. Ik kan wel ja, ik heb wel, ik heb met Jeroen Filippone heb ik wel. Ja. Die was het niet. Die was het niet. Nee, gezegd van nou, ik heb wel gezegd tegen Jeroen van ik wil met Bert heel graag ter plaatse in discussie om gewoon knelpunten te proberen weg te nemen. Maar met deze man kun je niet in discussie. Ik kan met iedereen in discussie. Zelfs met Gerrit van Keizer dus. Zou die ook? Tuurlijk. Ik heb meer mensen boven maken, maar... Ja? Nee, ik denk het wel. Als je allebei open staat voor dialoog, dan kom je een stuk verder. Maar ik denk dat door deze snoeiingreep... en dit is nog niet het einde hoor, want hij zal later... Ik denk dat hij uiteindelijk op deze hoogte een keer terechtkomt. Deze afhankelijk van zijn dikte groei, hè? Als dat goed hersteld is. Als dat goed hersteld is. Ja, maar we hebben hier twee problemen. Je hebt een onderstam die heel oud is. En je hebt eigenlijk dan die tweede etage... die wel iets jonger is, maar ook heel oud is en gammel aan het worden is. Plus al dat jonge scheut groeit wel overal. Dus uiteindelijk... Regeneratie vanuit de voet, het is toch heel natuurlijk bij Linus. Als je dat zijn gang laat gaan, dan valt de weerstand er vanaf. Dat is ook... Als je dat goed doet, dan is het goed. Kijk, als deze dadelijk het overneemt... Ja, dat doe ik, ja. Maar dat neemt niet weg... dat die oude schil die hier omheen staat, met dus ook dit karkas, uiteindelijk weg is. Je boomvorm zal totaal veranderen. En dat moeten we ook accepteren. Ja, dat mag ook. Dus. We hebben hem, ik denk 15 of 20 jaar geleden, hebben we hem toen al vanaf, toen was hij 30 meter denk ik bijna. Toen hebben we hem een heel stuk ingekort. Misschien had ik dat nu anders gedaan, maar toen hebben we hem... Toen hebben we hem eigenlijk op die hoogte teruggebracht wat je nou nog kunt zien. Ja, die heb ik ook gezien in de foto's. Ja. En daar zat er nog knotten bovenop op die stammen. Maar dat hebben we toen gedaan omdat de twee grote armen die waren uitgebroken uit die stammen. En daardoor was die eigenlijk heel onstabiel. En we hebben ook gezegd van ja, die windbelasting op die stam, daar kan die onderstam niet aan. Dus toen hebben we, volgens mij zijn er toen drie boomzorgbedrijven die een plan hebben gemaakt. En Luc Noordman heeft het nog beoordeeld en de bomenstichting Deventer was woest dat die boom zo behandeld werd. En toen al. We hebben toch gedaan, de Stichting IJzerlandschap zegt, we willen eigenlijk niet elk jaar aan die boom zitten knoeien. We willen maar alleen als het echt nodig is. En ik denk dat we die ingreep weer hebben gedaan, maar eigenlijk zo min mogelijk aan die boom hoeven te zitten. Maar wel dat die eigenlijk gewoon weer zijn natuurlijke vorm. Nee, wij denken dat goed. En niet in elkaar doen. Dus zo lang mogelijk wel die boom ook het karakter hebben. Anders krijg je eigenlijk het karakter van 5 of 7 jonge bomen die daar straks in de kring gaan staan. Je zit nu echt over het maximaal toelaatbare volume. Ja, dat denk ik. Kijk, de houtmassa bij deze boom, die zit niet onderin, maar die zit hier. Ja. Dit is nog allemaal vol en hieronder is alles hol. En slecht. Dus je hebt ook je gewicht helemaal bovenin. En dat is de reden dat dan zo'n kroon omlaag moet. Het is een
Dat is niet in Nederland, ja, Nederlandse grens. Bij Middelsbeek over de grens. Een inlandse eik, ook nog niet echt een veteranenboom. Deze is eigenlijk nog gewoon in zijn volwassen fase. Maar deze boom die was gescheurd. Maar ze wouden hem toch behouden. Waar denk je dat deze boom gescheurd is? Ja, de stam. De helft. De helft hoor. Oh. Ja, sorry. Opgehoogd, niet? Nee, is niet opgehoogd. Nee? Nee, mijn foto is gedraaid. Even kijken of daar even wat is. Ja, dat is maar ik zie hem nog aan zetten. Nee, oké. Ja, hier zit er eentje, maar ik heb hem vrijgegraven gehad. Het was het ook nog een halve meter lager en ook begint er pas een keer. Maar goed. Frits, dit is net over de grens in Duitsland, dus begrijp ik. Ja. Is het kwaad voor dat zelf? Is het nog iets? Is het Gok? Nee, volgens mij is het nog Gok. Ja. Hij is hier gescheurd. En we hebben hem met 5 pennen M30 vastgezet. M30? M30. Zo, dat heb je veel gehad. Ja. Maar wat betekent dat, dat hij, als hij hier gescheurd is? Ja, dat hij dus zo op zijn... Nee, dat hij is gewoon zo gescheurd. Nee, juist niet. Wortels die hebben het goed gedaan, die hebben hem vastgehouden. En dat is de reden dat ik hem makkelijk durf te verankeren, want stabiliteit heeft hij wel. En als hij niet gescheurd was, dan was hij omhoog gekomen. Was het gemeentelijke boom? Ja. Populier. Ook alle kenmerken van veteraan. De eik van net, is hij niet ingenomen bovenin? Nee. Oh sorry, had ik niet gehoord. Hij is toch wel met de regen. Ja, omdat hij hele harde windvlaag over zich heen heeft gehad. Dat was de reden. En nu is het weer gerepareerd. Kijk, in mijn optiek, als ik een verankering zet. En ik doe niet aan dynamische verankeringen, ik zet alleen maar statische verankeringen. En als het even kan, zet ik ze liever niet als wel. Maar als ik er een zet, dan zet ik hem zo, dat je moet zien als een prothese. En dat je dan ook verder geen andere maatregelen hoeft te nemen. Dus je kroondynamiek blijft onveranderd. Maar is het dan niet zo dat je toch nog op bepaalde plekken kunt kiezen dat je zegt van ik zet er toch een anker bij in, niet dynamisch misschien, maar ja, of wel dynamisch, maar als veiligheidsmaatregel. Ja, maar als mijn anker goed is en ik zorg dat hij niet verder scheurt, dan heb ik toch geen andere veiligheidsmaatregel, want dan vertrouw je eigen werk niet. Maar het is niet, eigenlijk is het niet te berekenen of je altijd helemaal goed zit, hè? Nee, dat klopt. En soms heb je wel eens van die scheuren waar je denkt van, dan wil ik er wel eens een keer een kabeltje bij hangen, maar eigenlijk liever niet. Want dan snoei ik liever, dan dat ik... Die boom stond ook scheef, hè? Ja. Die boom stond ook scheef. Was dat na het gevolg van die storm, of was dat al zo? Die heeft altijd scheef gestaan, hè? Okay. Ja, zo ziet hij er wel naar uit. Zie je dat? Ja. Dat die kroon toch te zwaar is, die draai ik wel doorstaan. Gewicht hebben we een halve reden. Ja, het is een vossenkom. Nee, ik denk, kijk, het probleem is gewoon, ik denk gewoon die wind gewoon te hard is geweest. Dat kan je altijd zeggen, dat is weer elke storm. Nee, maar dat heb je af en toe. De volgende keer de wind gewoon niet zacht zetten. Daarom. Maar we hebben in 2014, was in Greensveen,
Er stonden Amerikaanse eiken, dit formaat. Die stonden langs het kanaal. En ik reed met de toenmalige opzichter reed we er langs. En we zagen achter elkaar drie gaten. Maar de bomen waren we kwijt. En de bomen die lagen aan de overkant van het kanaal. Ja, daar hadden ook niet vast genoeg gezeten dan of zo. Op een gegeven moment daar kun je geen rekening mee houden met dat soort krachten. En dat moet je ook niet willen. Want dan moet je gewoon, dan moet je alle bomen gaan kandelaberen of weghalen. Populier, langs de dijk. Hier zit Klemmer, Harry Verbeek. Dus ja, veel takbreuk, maar wel een hele mooie, een hele waardevolle boom, zeker voor de biodiversiteit. En ik denk dat populier, iedereen roept, eiken een hele hoge biodiversiteit hebben, maar ik denk dat populieren heel dicht in de buurt komen. En dit is eigenlijk zoals we hem achtergelaten hebben. Ja, deze tak is geloof ik nog afgegaan. Ja. Is ook. Normale snoei. Ik doe niet aan breuksnoei. Nee, het is... Het gaat om dat je ziet waar die bladmassa zit en hoe die kroon zich... Nee, ik snap het. Ik had die tak er ook aan, maar ik zie de meerwaarde van breuksnoei zie ik nog niet bij zo'n boom. Nee, maar biodiversiteit zit er al heel veel in. En bij zo'n populier, die wonden die rotten toch wel in. Pinus Walligiana, 2006. Dat is in 2018. Dat staat er nog steeds. Dat is mooi. Ja. En nog steeds klimmend gesnoeid. Maar je ziet, ja, hier kun je zien dat hij eigenlijk al nu toch wat slechter begint te worden. En dit is eigenlijk, ja, en hier ga je dan nog verder. Dus dit gedeelte is dat het daar. Dus daar, ja, en hieronder is hij ook echt slecht hoor. Ik denk dit gedeelte allemaal afgestorven is en dat hij op dit stukje nog staat. Dit is ongeveer 90 centimeter. Er zit een stuurkabel aan, dus als die valt, dat die één bepaalde richting heen valt. Die hangt er los in, maar dat die niet de andere kant op kan. En ja, we zien wel hoe lang die het volhoudt. Zeg maar, rijden ze een boom nooit extra eten geven, want hier staat ook weer het gas. Ja. Ik probeer een boom wel extra eten te geven, maar niet altijd. Middels mulch en dergelijke, omdat ja, niet iedere klant is wat dat betreft over te reden. Of bij sommigen heeft het tijd nodig en bij sommigen lukt het. En dan kom je een jaar later, heeft hij een andere opvolger en is het weer een grasveld geworden. Ja, ja, maar het werkt toch wel, dat weten wel mensen. Ja, maar dat ontken ik ook niet. Je kunt zo heel veel eten geven, hè? Dan gaat hij nog harder groeien en dan bereik je eigenlijk precies tegenovergestelde. Gaat heel veel jeugdgroei, gaat die bol niet maken. Ja, dan mag je dat zwaar. Laat hem dan maar lekker een beetje als een rustig zwaar. Twee lindes in Delden. Maarten kent ze. Ja. Je kent ze ook. Staat nu anders bij. Ja. Kost houtskool heel erg erin. Ja. Dus onderin ook heel slecht, dus die kroon die hebben we in moeten nemen. Weer twee foto's verkeerd gezet. Sorry.
knotsen. Ja, daar komt een foto, die geeft nu een vertekend beeld. Beeldscherm, hierin even geschreven, dat geeft hij een beetje lichaamsbeweging. Hè? Maar dit zijn stamvoeten, zijn behoorlijke bomen, behoorlijk oude bomen. Die hebben we heel hard gepakt. Hoor. Maar dit is al na drie keer, dus de derde, na drie keer snoeien zijn we pas op dit level, zeg maar. En ik hoop dat we hierbij kunnen blijven. Dat is niet veel verder, alleen je moet dan wel zorgen dat die hergroei niet, op die, of niet iedere keer te hard gaat. Want dan, ja, uiteindelijk, daar moet je dan in gaan dunnen in die hergroei, om op deze grootte te blijven. Zou die hergroei die zet zichzelf af tussen de rest? Ja, op zich. Mijn ervaring is inderdaad dat ze heel vaak hebben ze uitgelegd. Ja. Nee, je moet er ook niet aan liggen pielen. Je doet het zelf. Je moet er ook niet aan liggen priegelen, want daar zit helemaal geen zoden aan de dijk. Maar met die hergroei, soms heb je wel eens dat er toch één tak zeg maar door gaat ontwikkelen en verder als de rest gaat. En dat is, zo eentje moet je dan tussenuit pakken. Ja. Of kort je hem in, maar heel mooi. Afhankelijk, soms haal ik hem weg, soms tik ik hem. Soms is het innemen, je geeft minder reactie dan hem helemaal weg te halen. Dan doe ik het eerst of laatste. Die explosieve enkeling die dan zo hard gaat, dus is vaak wel degene die zo veel meest voedingsstof. Nou ja, dat hoeft niet per se. Ik dacht heb met weinig zijlots. Als je bent. Ja. Ja, oké. Waar draait het eigenlijk om bij vegetarische bomen, denk ik? Of ja, waar vind ik het dan? Omdat ik vind juist dat een goede diagnose stelt en ook kijken van, ja, wat is er nu echt aan de hand met een boom? En dan heb je eigenlijk niet altijd apparatuur voor nodig. In dit geval heb ik dan wel een endoscoop, die gebruik ik wel heel veel. Want ook met holtes en zeker als ze bewoond zijn en dergelijke, je verstoort heel weinig. Maar je hebt ook meteen een visueel beeld. Een holte, is die droog of is die nat? Zit er wel of geen paddenstoelen in? Wat voor nest zit erin? Zit er de kouwen in, ja of nee? Dan heb je er vogelsoorten in zitten die hun nest wel bevuilen of niet. En dat natuurlijk heeft ook invloed op bijvoorbeeld het aantastingsproces wat erin zit. Heb je vogels die heel erg hun nest bevuilen, dan heb je heel weinig kans dat er schimmels groeien. En andersom. En de spraden is natuurlijk onderzoeksapparatuur 1. Hè? Dit is de grootste beuk van Nijmegen. Maar Frits... Ik begrijp uit jouw laatste opmerking is dat het eigenlijk prettig zou zijn als die schimmelgroei verstoord zou worden. In dit geval per ongeluk door vogelmest. Ja, nou, soms is dat, wel. Is dat te simuleren? Kan je iets erin gooien wat die schimmelgroei zou kunnen remmen? Wat je kan doen. Kijk, ik zeg niet dat je dan een holte vol met vogelmest moet gooien. Want ik weet niet wat daar. Ik weet niet wat daar de uitwerking van is, omdat, dus, kijk, maar je kunt schimmels kun je wel afremmen door antagonisten toe te voegen. Maar ik denk dat je, en zeker in holtes en dergelijke, als je op locaties zit, zegt dat die holte mag eigenlijk niet meer groter worden, dat je al andere middelen toe moet passen dan een antagonist. Want wat je beter kunt doen is dan stimuleren dat daar op die locatie die rest van dikte of het kalfsweefsel gemaakt gaat worden. Maar daar kom ik dadelijk op terug, want er zit ook nog een voorbeeld van. Ja, soms kom je leuke dingen tegen, ja, dus dan van 10, maar is dan niet 20, 10, maar 19, 10 in dit geval. Deze boom die heeft honingzwam, reuzenzwam. Frits, kan die baan te jou uit? Oh. Dan kan dit licht. Kan. Wil je hier de deur leggen? Zal ik het wel proberen? Ja.
Nou, dat scheelt een stuk. Dank je wel. Zal ik dan helemaal opnieuw beginnen? Of? Ja, nu mag ik. Ja, zo is het beter. Ah. Ja, overgrijsduif. Deze boom die hebben we, wat is er met deze boom aan de hand? Dit is de eerste tak die er spontaan afbrak en daarna nog drie. En omdat die boom zo groot was, al die kommen die vangen zand, die plakkokselen, zand, blad en verteert, dus je krijgt daar mollen. En de korsthoutskoolzwam die voelt zich daar heel erg goed in thuis. Terwijl de korsthoutskoolzwam eigenlijk een wortelaantaster is. En daardoor braken bij deze boom heel veel takken af. En we hebben die boom zo hard gesnoeid dat alleen deze pluk, die is nu nog over. En het was een probeersel, ik heb met die mensen afgesproken van nou, eigenlijk wil ik die boom niet weghalen. Ik kan er niet met een kraan in de tuin, maar als je ziet, ja, dit is een Volkswagenbus en dit is de stam. Dus je ziet wat voor een apparaat het is. Ik zei, ik wil hem eigenlijk proberen te behouden, maar dit moet eraf, vanwege veiligheidsoverwegingen. Dus we hebben dit eraf gehaald, we hebben dat laten zitten. Dus nu 5 jaar geleden, over een paar weken moet ik er weer naartoe. We hebben afgesproken, mocht hij in die tussentijd afsterven, dan ruimen we hem alsnog op. Maar wonder boven wonder, is die tak die is hier, die heeft zich heel goed ontwikkeld. Maar ook op de stam, en dat is heel zeldzaam voor een beuk, heeft hij heel veel waterlot gemaakt. Ja, ik heb me dan wel eens even vergist, maar ik heb me al meer gezien die kan verder. Ja. Die uiteindelijk toch echt heel goed ging doen. Ja, maar ook gewoon, dus niet alleen waterlot maken en dan takken weer afsterven, maar gewoon echt duimdikke takken die echt en ook goed vastzetten. Ja, daar ben ik al blij mee. Dit is landgoed De Moeren in Zundert. Daar ben ik... Ik denk 30 jaar geleden kwam ik daar voor het eerst met mevrouw Terkuilen. Die had een laan van 400 jaar oud, eikenlaan. En die wou ze rooien. En daar moest ik prijs voor op komen geven. En toen had ik gezegd, dat was de eerste keer, toen zat ik al in Engeland, regelmatig. En toen heb ik daar gevraagd van nou, ja, mag ik een alternatief bedenken? We hebben wat houtmonsters genomen om te kijken van hoe oud is die laan. We hebben jaarringen geteld en die was ruim 400 jaar oud. En dat is gewoon echt eeuwig zonde om zo'n laan op te ruimen. Want er zat vol met ijzer, dus zagerij krijg je er toch niks voor. Maar ja, hout teeltechnisch was die, ja, dan moest, zit dat bij mensen ingebakken. Dat die bomen na een bepaalde tijd kaprijp zijn, eraf moeten en nieuwe geplant moesten worden. Dan heb ik een heel plan gemaakt, hebben we uit mogen voeren. En die laan die staat er nu gelukkig nog. Maar ze had ook een beukenlaan in het bos. En die was ook aan het aftakelen. Of in ieder geval takbreuk en dergelijke. En ja, het publiek, voor het publiek moest die ook veilig en die moest ook opgeruimd worden. En dan heb ik gevraagd van nou, als we hier nou een hek omheen zetten. En we laten het er gewoon staan en we houden het buiten het openbaar gebied. En dat is dit het resultaat van. En dan zie je dat ook oude beuken die adventiefwortels maken. Zonder dat er mollen aanwezig is. Als er mollen aanwezig is, gebeurt het natuurlijk sneller en beter. Want dit kost natuurlijk ontzettend veel energie. Deze wortelpuntjes, die leven gewoon. Is dit ook in Nederland? Deze staat in Nederland. Die staat daar ook. Dat is de enige haagbeuk die ertussen staat. Oh, mooi, hè? Ja.
En dan krijg je gewoon ops, een nieuwe boom. Deze staat in Engeland. Die ligt in Engeland. Die ligt in Engeland. Ja, maar inmiddels staat hij ook weer. Hè? Dus hij is omgevallen en hij groeit toch weer door. Is dat New Forest of zo? Nee, is Hatfield. Maar deze heeft het niet gered. En zo zie je, een kolonie, of een groep, heeft altijd een grotere overlevingskans dan een individu. Duizendjarige eik in Lummen. Wat valt op aan deze boom? En Eddie mag niks zeggen. Dat hij niet evenwichtig is. Ja, dat kan ik, kun je daar niet van zien. Dat zie je daarvan. Er zitten meerdere levensfases in deze boom. Want dit is allemaal jonghout. En dit is oud hout. En dit is ontzettend oud. De onderstam is dermate oud dat het cambium en het parenchymweefsel niet meer in staat is om nieuwe knoppen aan te maken, om nieuwe knoppen te vormen. En dat is ook de reden dat bij deze boom die secundaire kroon achterwege blijft. Dit was het resultaat. Ik heb een restwanddikte van ongeveer 7 centimeter. Maar wat deze boom wel heel goed laat zien, is dat hij is aan het compartimenteren in meerdere bomen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. En dit stuk is er niet meer. Die restwanddikte die zegt lang niet alles, hè. Want als ik een restwanddikte heb van een boom die een meter diameter is en ik heb een restwanddikte van 20 centimeter, maar die heeft nooit gereageerd, die is veel zwakker dan dat ik een restwanddikte heb van misschien maar 4 of 5 centimeter. Die gele lijn geeft de restwanddikte aan, zeg maar, of hoe hol die is. En de blauwe vlakken erin zijn de locaties waar je, als je in de boom staat, hier kun je in, naar buiten kijkt. Ja, dan is toch levend hout heel erg sterk. Hè? Dat bedoel ik. Hier zie je heel duidelijk verschillende levensfases in één kroon. En dan moet je ook aan snoeien. Deze kant kun je niet snoeien net als die kant en andersom. Dus iedere tak behandel je eigenlijk als een apart individu. Durft iemand een gooi te doen naar hoe oud de waterlot is? 5 jaar. Hoeveel? Ja, 25. We hebben tak eraf gezaagd, ik heb jaringen geteld en er zat tak tussen van 150 jaar. Dus het heet de duizendjarige eik, maar waarschijnlijk is die ook die leeftijd. Dit is die eerste populier weer, waar Harry in die locatie hing. Maar zo zie je dat hij wel alle kenmerken heeft van een veteraan. Die schorsplaten, de ideale ruimtes voor vleermuizen, andere diersoorten. Greensveen, Amerikaanse eik. Greensveen is een veenkolonie uit begin 1900. En de heer Green die heeft alles aan laten planten met Amerikaanse eiken op veen. Dan heb je een weg van 2-3 meter breed en een dijklichaam, of een dijkje van 1,5 meter, of een berm. En dan staan dan dit soort Amerikaanse eiken op.
En de afgelopen 3 jaar, de drogere zomers, dan zie je daar de eiken gewoon gigantisch bij komen. En dan zijn ze donkergroen van kleur, dan krijgen ze groot blad, heel veel blad en ook een goede scheutlengte die daar bij die boom hoort eigenlijk. Hoe natter de jaren zijn, hoe slechter die bomen het doen. Deze boom die heeft al, ja, zolang als ik weet, en ik kom bij die gemeente, ik denk sinds begin jaren 90, zit er eikhaas op. Maar nu was het zo erg dat dan nu al de stabiliteit aan begon te tasten, en vandaar dat we die kroon gereduceerd hebben. Ik heb nog 10 minuten gekregen. Dat moet een presentatie, hè? Dus ik kan je eindspurtje inzetten. Dit was eigenlijk een video, misschien kan die, de link heb ik denk ik niet mee gekopieerd. Maar dat is eigenlijk een video van vleermuizen die ik in nest, vleermuizen, maar ook met jongen, die ik in deze eik aangetroffen heb. Wognum, grote rooibeuk. Jammer van deze boom is, als je stadsbomen van de Meekum staat, dan staat in dat er per definitie of niet statisch verankerd wordt. En dat alleen nog maar dynamisch verankerd wordt. En een ETW'er collega die had dat heel goed tot zich genomen. En die heeft er cobra in gehangen. En die heeft de staalkabel verwijderd. En dan krijg je dit. Eén keer statisch is altijd statisch. Omdat wat je met statische verankering doet, als ik deze tak statisch veranker en ik zet hier mijn anker neer, dan is die boom, die aanhechting, die boom, mechanisch zit die niet hier, maar zit die daar. Dus gaat die extra lengtegroei realiseren. En als je daar allemaal niet in de gaten houdt en je knipt zo'n kabel ertussen uit, en dan kan de oksel dan kan de nooit meer dragen. Die zat ooit zo in de Linde van Zandbeek. Iemand had erbij geklust. Breda. Dat was een tankstein. Eén tak leeft nog, de rest is dood. Makkelijk, een nieuwe scheut. Dit is de toekomst, hè? Honingzwam, als cambiumdoder. Hoe hebben we het gered dat deze tak toch, dat die niet afgestorven is door de honingzwam? Door het levende en dode hout, het levende en dode cambium op te zoeken en dan te scheiden met een kettingzaag, gewoon een snee te maken, dat cambium, of dat honingzwam, niet meer door het cambium verder kan. Nou, tankstanje is ook een hele goede afgrendelaar, walvier ook. Zodra die kaalsweefsel maakt, kan die honingzwam daar niet meer naar binnen. Leuven. Plataantje. Ik denk, dit is wel de grootste plataan die ik ooit gezien heb. Ken je hem, Peter? Kom je uit de buurt van Leuven? Kom je wel eens in de buurt van Leuven? Nee. Oké. Okay. Dat is wel de moeite waard. Een gigantisch apparaat. Maar ook hier, we hebben hier te maken... Sorry. We hebben hier te maken met een hele oude, holle onderstam en 6 jonge bomen. En die jonge bomen groeien natuurlijk als kool. En je kunt in die stam kun je gewoon in. En dan vind je van alles, fietsrekken en zo. En, wat er nu niet meer uit kan. Zet om mee, hè? Voor de snoei, halfweg de snoei en op het eind van de snoei. Ik vind dat toch fors. Fors gesnoeid? Ja, maar ik moet wel. Want ik moet gewicht reduceren. En ik heb geprobeerd om maximale bladmassa te behouden.
Deze kent Maarten, kent hem. Zeg Maarten. Vier markerlinnen. Sorry. Het is een ontzettend dun wandje. We hebben alle zware takken afgehaald, nou, wat al zwaar, maar al dikker hout afgehaald. Het mooie was wel, wij waren aan het snoeien. En er zit zo'n gat voor me. En ik wil een tak afzagen. En dan komt een boomachter, die komt eruit. En ik zet meteen mijn zaag af. En die loopt een rondje. En die gaat dat gat weer in. En die kijkt me zo een keer aan. Hij doet nog net niet dit. En hij was weer weg. Maar dat was wel een heel speciaal moment. Bij deze hebben we, deze kant, hebben we ook allemaal gaten ingezaagd. Zoals je hier kunt zien. Ook het levende, het levende laten zitten, het dooien eruit. Of doorgezaagd, maar toen viel het er gewoon uit. Maar wat hij doet, al doet hij het maar heel rustig, hij maakt hier wel vier aan. En maakt hier wel vier aan. Maar dat was al gaande voordat jij begon. Ja. En doordat hij hier kalsweefsel maakt, maakt hij hier ook weer extra mechanische sterkte. Dus uiteindelijk kan je die kroon ook weer groter laten worden. Kijk hier. Ja. En deze hing dan door het tussen de takjes. Ja. Maar de kals, doordat hij daar kalsweefsel maakt, hij mist hij dan een stuk, maar dat was toch dood. Verstevigt hij dit, dan heb je wel de kans dat zo'n boom nog langer kan blijven staan. Gezakken eik in Delden. Dit is voor de snoei, dit is na de snoei van deze kant. En je ziet dat ik niet schroom om best wel eens een keer een zware tak eruit te vergooien. Dat kan ik je kwaad, hè? Want soms moet er gewoon gewicht uit. Dus deze tak hier is er daar af. Die tak daar is er daar af. Deze tak hier is er daar af. Die hele pruik hier is er hier af. Puur alleen om gewicht te van die boom af, omdat die rest van de dikte zo dun was, dat de kans op falen met deze kroon groter is als met deze kroon. En toch met maximum behoud van bladmassa. Waarom heb ik niet hier bovenin zitten snoeien? Omdat hij hier nog niet aan toe is. De levensfase geeft aan, hier mag je nog niet in ronden. Alle scheuten staan hier allemaal recht omhoog. Dus deze boom heeft meerdere levensfases. Dus een oud geraamte, maar met een jongere kroon erop. Nou, Frits, dat is wel een linker zoek. Als je zegt, de rest van de zo dunne hoeken, dan moet je het lastig. Dan is het meest effectief, de boom neemt niet onder. Want wat geeft de grootste belasting? Ja, dat is deze. Dat is deze, niet deze. Torderen is, is het eerste falen bij bomen. Ook bij slangknikken? Ook bij slangknikken, ja. Ik denk, we gaan dit anders dan uitgaande tak, denk ik. Linden van Zandbeek. De oude draden hebben laten zitten en dan hebben we er nieuwe tussen gezet. De oude waren gewoon versleten. Villa Hugel. In Beuk. Daar hebben we 8 pennen in gezet. Die was gescheurd. Even kijken, zat er eentje tussen. Er hoort er eigenlijk nog een dier tussen zitten, die is weg. Wenkenboom 35, 40 meter hoog. Ja, we hebben 8 pellen van M30 ingezet, de scheur die liep hier. En verder geen verankering bovenin. Ook niet gesnoeid.
Er is een kasteel Well in Well. Daar heb je een dosso uit de tijd van Lodewijk XIV. En die werden toen aangelegd dat de dames toch buiten konden lopen zonder zonlicht te vervangen, wit bleven. Tegenwoordig is het andersom, hè. Maar dat is wel een hele mooie oude haakbeuk. En die hebben eigenlijk in fases hebben we die teruggezet naar een redelijk oorspronkelijk met inachtneming van de vorm die het nu heeft. Dus hebben ze eerst in fases terug uitgedund bovenin. Oh, toen deze is teruggezet. Hey Frits, had je moeten vechten? Ja, dat was vroeger ook niet. Nee ja, vechten. Nou, hier is een paar jaar later. Kasteel in Assen. Een gigantisch groot parkstaai met een plakoksel en een holte. Normaal zou ik zeggen, zou ik hier een paar pennen doorheen zetten. Maar omdat er een aantasting zit en ik ga daar doorheen boren, is een hele grote kans dat die aantasting ook in het gezonde hout terechtkomt. Maar de boom eigenlijk, dan kun je beter niks doen. We hebben wat hoger, hebben we met staal wat vastgezet. En we hebben hem ook gesnoeid. Hier kijk je af en toe een witte stoom of een witte vlek. Dat zijn dit soort takken die er dan uit gegooid hebben. Dit was mijn lezing voor vandaag.